dat je er bent, man. Komen. We gaan even bijspijken. Te laat eigenlijk, hè? Bram, we zijn er ontzettend trots op, zeker als Noorderlingen natuurlijk, hoe ontzettend ver je gekomen bent in De Slimste Mens. En tegelijkertijd heb je ons dan op het moment suprême toch een beetje aan het huilen gemaakt. Ja. Wat ging er nou mis? Ja, het is... Nou kijk, sowieso, ik moet ervoor uitkomen dat mijn topografische kennis mij dan toch in de steek laat op zo'n moment. Komt denk ik ook wel door de generatie. Ik denk dat wij verwend zijn geweest met de TomToms en de Google Maps en zo, dat je gewoon dingen niet meer onthoudt. Dat denk ik ook, ja. En dus ook, ik moet wel zeggen dat, kijk, ik maakte één fout dat ik mijn leven niet ga vergeven. Dat was niet essentieel, dat ik gewoon het Atlasgebergte niet kon plaatsen in Afrika. Dat vond ik echt extreem gênant. Jij dacht het grote bosatlasgebergte, dat is vast in Groningen. Ik zei maar India geloof ik als een soort van dramatisch moment. En het is ook zo dat, wat je moet weten als je dan, je krijgt vaak zo'n topografische vraag, krijg je dan bij zo'n galerij, dat je ja. Daar achter op een rij hebt en zo, dat je vaak bij die eerste twee alleen al zit te kijken van wat willen ze eigenlijk weten. Had ik bij die rivieren, en toen ik het doorhaal, toen kon ik, oh ja, dit is dan Wolga en zo, maar dan ben je pas een paar op weg. En dat ziet er dan, maar het ziet er dan wel slecht uit, want het is gewoon dat wel basaal. Ik vind het wel belangrijk dat je dat wel weet of zo. En ik heb ook gewoon atlassen thuis, maar... Maar we zagen wel op je Instagram-account dat je de dag nadat je er dan uitgewipt was, dat je wel met een grote atlas zat, maar die was nog wel uit het jaar Crux. Dus ja, nummer 51, hè? Dat is nummer 51. Collectors, kijk eens. Inmiddels zijn wij al op editie 55 en zijn we hard op weg naar editie 56. Dus wat we in elk geval eventjes willen doen om ervoor te zorgen dat je volgende keer dan wel wint. Bij een volgende quiz. Bij een volgende quiz. Dat je dan even goed kan bijspijkeren en van onze 55ste editie. Nou, dankjewel. Dankjewel, Jeroen. Graag gedaan. Dus dit plaatje krijg je dan te zien met de Nijl. En dan krijg je dus een plaatje van de rivier ook, de boom, een fotootje. Ja. En dan zit je gewoon te kijken. Wat is dat? En vergeet niet, dit is helemaal geen excuus, dames en heren hoor. Maar dat scherm is dus waar die stoel staat, hè? Dat is zover? Ja, kijk, nu wordt het allemaal even weer wat anders. Snappen we mensen thuis, hè? Dat allemaal wel weer meevalt allemaal.